Oké, maar dit. Wat is dit? Wat doet het? En wat kan ik hiermee? Yo, kijkers, hier is Game. Super vet dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hierin en vandaag staan we weer in de play.primemc.org server. En zoals jullie weten, in de vorige aflevering ben ik begonnen met mijn Iron Golem Farm. Die is als het goed is af en er is nog iets bijgebouwd. En ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal is veranderd op mijn eiland. Join natuurlijk zelf de server ook als je lekker met mij mee wil doen. Kijk, die gaat ook lekker Skyblock spelen. Mr. Jones Tome of zo. Dat gaan wij er ook doen. Kijk, we klikken erop. En we gaan naar Skyblock Cloud. Want hier is ons eiland. En oh my god. Kijk, jongens. Kijk. Oh, er staan er zelfs 4 nu. Kijk eens aan, jongens. Dit is de Iron Golem Farm geworden. Dus zelfs hier, iemand heeft hier zelfs een trappetje naar beneden gebouwd. Met, Karel, ik weet niet wat ik met jou moet. Je bent gewoon een beetje vervelend. En dit is dus de winst. jongens. Hey, mobcoins, wat is dat? Die heb ik nou al vaker gehad, maar ik weet nog steeds niet wat het is. Ik heb nu mobcoins, super fijn. Oké, wat ik ook heb, is ik heb een celwand met de rechter muisklik. En ik kan hem nog 499 keer gebruiken. 499 keer. Lastig woord. En hier zit heel veel iron in. En hier zit een hoop iron in. En hier zit... Wat? Zit hier sugarcane in? Hoe komt die hier? Oké, wat ik ga kijken is wat het gaat opleveren. Rechter muisklik. Hier, hoppa. Plus $900. Plus $1000 bijna. Plus $600. Dus kijk, gewoon letterlijk. Ik doe nu niks. En ik verdien gewoon $2600. Super chill, echt heel erg nice. Dus dit is, kijk, daar gaan ze. En dan vallen ze zo naar beneden. Vallen ze daarin. En dan sliden ze langzaam. Oh ja, nu is het een stack. Nu zijn het 5 iron golems. Die gaan langzaam, even tempo erachter zetten, kerel. Die gaan langzaam deze kant op. Langzaam maar zeker. En dan staat hij in de brand. En dan wachten we even. En dan wachten we nog even. En dan wachten we nog even. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat zo'n ding dood is? Ik heb echt geen idee. We wachten nog heel even. We wachten nog steeds. We wachten nog steeds. 6.5 hours later. En hij is dood. Oh, dat is pas 1 keer dood gegaan. Oké. En dan komen ze onder in de kist terecht. Dus dat is hoe het werkt. Mijn farm is inmiddels uitgebreid. Hier is gebouwd. Hier is een heel parcours ineens neergezet. Oh, ik wil die makkelijk even proberen. Of ja, hij ziet er makkelijk uit. Ik denk dat hij stiekem toch nog best lastig is. Oh, die jump is heel lastig. Wacht. Deze wil ik wel. Oh, ik heb fly. Ja. Volgende keer als ik niet haal, vlieg ik er gewoon heen. Er is echt ineens superveel veranderd op mijn eiland. Hey, ik heb gehaald. En hier zit nog iets waar ik nog meer interesse in heb. Ik heb ook even interesse in eten. Geef even een meloen. En... Oh, thanks. Ja, makkelijk. Thanks. Dat werkt niet heel soepel. Waarom zijn die deuren hier weggehaald? Ik weet niet waarom. Oh. Er zitten al spullen in. Er zitten spullen in. Voor Jurien. Oh, banknoot van $600. 666. Gewoon banknoot en nog een banknoot en heel veel banknoots. Maar waarom zit hier niks in? Ik vind het raar dat... Oh, hier zitten nog een paar spulletjes in. Love you, de Korea. Mooie naam. Even kijken. We hebben hier banknoots. Ik heb zoveel rotzooi in mijn inventory. Ik moet even van... Ik heb meer kisten nodig. Geef meer kisten. Oké, zo, top. En dank u. Die moeten we even maken. Ik heb niet eens ruimte voor mijn kist. Kan je nagaan hoe ontzettend goed het gaat. Ondertussen hoor ik allemaal golems verbrand worden. Ik weet niet of dat een heel goed teken is. Maar in ieder geval moet ik even van deze spullen af. Want ik heb gewoon echt veel te veel in mijn inventory zitten. Zo, hapsakee. Super chill. Oké, en dan hebben we, even kijken. Banknote. Allemaal van Playmagic persoon. Ja, allemaal van Playmagic. Oké, dit doe ik even hier. Hoe kom jij daar? Hoe kan dit? Waarom werkt het zo? Waarom kun jij op mijn eiland? Geef geen mushrooms. Hey, Duitse keuken. Alles goed? Die heeft mij de vorige keer natuurlijk geholpen in de vorige aflevering. Hier staat nog een boekje voor jullie. Nee, jij kan daar niet in. En ik vind ook... Blijf daar. Is dat gemeen? Sorry. Ik wil zeggen dat je een goede YouTuber bent. Een leuke video's maken. Je krijgt vast veel donaties. Nee. Je eigenlijk toch wel nice. Daar ben ik het mee eens. Oké, maar wat hier staat trekt mijn aandacht. Hey Jurien, we willen je graag helpen om een groter eiland. En jij moet dan ons dat geven. Kan je me misschien laten weten met een bordje hieronder. Oh, hè? Oh, ik moet van boven naar beneden lezen. Oh, sorry. Hey Jurien, we willen jou graag helpen
om een groter eiland te krijgen als je dat goed vindt. We willen jou morgen graag helpen, alleen hebben we dan wel weer co-op nodig. Jij kan ons geven, kan je morgen misschien even online komen, dan kunnen wij door en groter maken. Laat je ons weten met een bordje hieronder. Ik weet niet of ik morgen thuis ben. Ik zal mijn best doen. En ik wil altijd helpen. Ah, dat vind ik lief, Stefan. Hey. Mooie schoenen. Je hebt die ding al. Wow, super boots. Wow. Super boots. Pardon. Dat dacht ik. Anders kijk ik je van mijn eiland, hè? Nee, ik hoef die rotzooi niet erbij. Nu kan ik hem nog langer niet oppakken. Thanks, kijk. Ik wil geen muts op, want ik wil mijn mooie hoofd niet verbergen. Maar wat is dit? Even kijken. Beste jullie, blijf zeker goed doorgaan met mijn YouTube-video's. Zeg leuk, Duitse keuken. Dankjewel. Blijf vooral doorgaan. Je video's zijn nooit saai. Hou het zo, dat vind ik lief. Cadeau van Stefan en Duitse keuken. Love naar alle kijkers. Cadeau. Oeh, wat zal hierin zitten? Ik hoop geld. Geld. Ah, heel veel geld. Kijk. Oh. Dit is nog eens even genieten. Kijk eens wat een mooie spullen. Wat een leuke dingen. Dankjewel. Even een hartje geven. Dankjewel. Wat is dit? Maar ik weet niet wat het is. Dus dit is zeg maar... Ik snap echt niet hoe mensen allemaal op mijn eiland komen. Het is niet de bedoeling. Ik heb een mooi hok gemaakt. Hey. Waarom staat dit... Oh, iemand heeft hem opengemaakt. Ja, dat is er gebeurd. Oké, maar dit. Wat is dit? Wat doet het? En wat kan ik hiermee? Ik heb geen goede pickaxe. Ik heb een goede pickaxe. Ik weet niet hoe ik daaraan kom. En nu moet ik het hakken of zo. En nu doe ik het iets goed. En nu. Huh? Oh, nu sloop ik hem volgens mij. Oh nee. Wat is dit? Ik snap niet hoe het werkt. Hij moet wel aan. Hoezo kan hij überhaupt aan? Hoe zet ik hem aan? Waar gaat hij aan? Ik volg jou, de Duitse keuken. Maar thanks for the iron. Ik waardeer het. Waar is de aanknop? Geef me koop. Oké, slash is koop en dan dat. Maar ik wil zelf ook weten hoe die aan moet. Hoe gaat die aan? Er zit ergens een knop. Is er een deurbel ergens? Waar? Wat is dit? Ik heb dit nog nooit gezien. Tijntje, hoezo kan je vliegen? Je hebt een player rank, wat? Oh, oké. Dit zit er gewoon voor de sier verder. Oké, duidelijk. Ik heb het hier wel verprutst. Nou ja, boeit niet. Zet maar aan. En nu? Wat? Yo, thanks voor je boekje. Maar ik ben echt eerder zwaar onder de indruk wat hier nou gebeurt. En nu, oké, dit wil ik weg. Ga eens aan de kant. Dank je. Oké. En nu kan ik dit bijnen. Zonder dood te gaan. Oh, oké, dat is sick. Oké, dus... Oh. Ah, ik snap hem. Dus die produceert blokjes en die duwt die blokjes weer naar beneden. En hieronder staan furnaces. Want die furnaces die kunnen niet naar beneden geduwd worden. Dat is het voordeel van een furnace. Eén van deze werkt niet, jongens. Deze werkt niet zo goed. Eentje stuk. Hij is stuk. Waarom is dit ding zo? Yo, fix hem maar. Dank u. Deze is stuk. Ik weet ook niet waarom. Ik vind dit trouwens best een cool ding. Dus dit is gewoon een ding. Die zet je dus aan. En dan elke keer doet hij die pistons naar beneden duwen. Ah, ik snap hem. Dit is leuk gedaan, mijn jongen. En ik had een boekje nog van iemand gekregen. Ga ik zo even lezen. Ik snap hem. Oh, hij staat aan. Ik snap hem. Jurien, kan je mijn boekje lezen? Ik had hem in hoppers gegooid. Waarschijnlijk heb ik hem al gelezen. Oh, wacht. Was dat niet die, die ik hierin had? Ja, die had ik hier speciaal. Tijntje. Wat een donaties. En een buksje. Zoveel ruimte heb ik niet in mijn inventory, ben ik bang. Nog meer spullen, het boekje. Het is belangrijk, jongens, dit is belangrijk. Spannend muziekje. Ik heb twee cadeaus voor je. Als je dit ziet, zeg even in de chat. Dan geef ik je even. Ik wil cadeaus. XX. Belangrijk cadeau. Ik zie een spawner. Oh, zijn die van mij? Zijn dit golem spawners? Ah, je bent een baas. Ja. Hoppa, dit is gewoon een prima investering voor dit. Kijk,
Zo. En zo. Kijk, meer Iron Golems. Ja. Ik vind dit heel leuk. Hey, ik heb je boekje gelezen, kerel. Je hoeft niet zo aan te dringen. Het komt goed. Misschien add ik je wel een keer. Hey, wat doe jij daar in de lucht ondertussen? Die zit daar lekker te chillen. Wel gezellig dat iedereen er is. Hallo iedereen, hallo. Wel nog steeds raar dat iedereen op mijn eind... Hou op met die spullen gooien. Het is duidelijk. Ik snap wat je wil. Hier, weet je. Ik ga hem pakken en dan gooi je hem naar. Nou, die heb je zelf ook gepakt. Nee, laat nou maar zitten. Nu is het klaar. Maar ik vind het wel een top dingetje. Alleen... Oh, heeft hij hem al gefixt? Volgens mij heeft hij hem gefixt. Heeft hij hem gefixt? Het ziet er heel gecompliceerd uit. Ik snap het niet. Oh, geld. Geld. Dit is paper. Dit is geen bankbiljet, of wel? Het is een bankbiljet van 10 doezoe. Hey, thanks, pik. Ik waardeer het. Urf, streef. Je bent de baas. Thanks, hè. Dank je. Wat is dit? Ik heb een hoofd van niemand. Dit gebeurt. Er gebeuren rare. Het is niet echt een fatsoenlijke aflevering. Hoe kom jij hier? Oké, nou ja, whatever. Weet je wat, dames en heren? Ik denk dat het weer mooi is, want... Oh, wacht. Wil ik dit parcours trouwens proberen? Oké, ik ga nog even kijken of ik iets hiervan kan. Het trekt nog heel even mijn aandacht. Oké, ga uit mijn beeld. Thanks. Oké, daar gaan we. Dit is een lastige jump. Go. Oké, ik heb hem gehaald. En we gaan hierop. Oh, dit gaat nog best goed. Oh, nee. Ja, maar ik vind deze stom, dus ik skip hem. Yeah, gaan we. Oké, gaan we. Hierheen yeet. Even kijken, koop merch. Yourshop.nl. Kijk, jongens, op jullie kan ik bouwen. Yourshop.nl. Oh, deze is lastig. Ja, maar jullie cheaten hem allemaal. Jullie vliegen overal heen waar ik ook heen ga. Nu wil ik hem ook skippen. Ah, deze zijn lastig, die laatste twee. Holy shit. Ja, kom naar mijn eiland, dan kan je hem zelf ook proberen. Want ja, schijnbaar kan dat gewoon dat je op mijn eiland op een manier komt. Hoe dat moet, ik heb ook geen idee. Maar ga niet te veel in de weg lopen, dat zou ik kunnen waarderen. Oh, nee, ik heb hem dicht gedaan. Wacht, waar is mijn pickaxe? Hier is mijn pickaxe. Kijk of er intussen tijd nog eens gedoneerd. Hallo, donatieput. Hij zit wel weer lekker vol. En, oh, zit er geld in? Ah, 2 doezoe van Camille. Thanks, pik. Ik hou van geld. Dat was het wel. Ik denk dat dit het een beetje is voor deze aflevering. Ik sluit me lekker af van de buitenwereld. Tot ziens iedereen. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Dit was echt een super random aflevering. Maar we hebben wel... Oh, hij zegt mijn Iron Chest zit vol. Verdomme. Ik word de hele tijd afgeleid. Verdomme. Laat zien. Iron Chest zit vol. Welke chest? Hij zit helemaal niet vol. Jij leugenaar. Oké, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet de server niet te joinen. IP ervan staat natuurlijk in de beschrijving. En dan zie ik jou heel erg graag in de volgende video. Ciao.